Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe video. Of alleen dat ik het zijn, een audio video. Waarin ik het met jullie wil hebben over weerstand. Het is zo dat iedereen al weerstand ervaren heeft, gemaakt heeft. Of toch tenminste het commentaar of de feedback al gehad hebben van ja, maar je hebt er weerstand tegen. Of je hebt weerstand. Of je bent niet open om te ontvangen. Of je bent niet open, je laat het niet toe. Of iets die duidt of die verwijst naar weerstand. Nu, om doorheen die weerstand te kunnen gaan, is het belangrijk dat je begrijpt wat er gaande is. Want in momenten waarin je in weerstand zit, dan is dat eigenlijk omdat je vanuit beperkende overtuigingen kijkt naar jouw realiteit. Kijkt naar jou als jouzelf, jouw persoon, jouw identiteit als een vaststaand feit. En op dat moment ga je eigenlijk voorbij jouw ware essentie, wat één is van energie, eenheid, volmaaktheid. En vaak is het zo dat we geleerd zijn of geconditioneerd zijn dat we altijd terug gaan kijken naar het verleden om voorspellingen te doen over de toekomst. En dat is net het stuk waarin dat we weerstand zullen ervaren, omdat wanneer dat je een nieuwe identiteit voor jezelf wilt gaan neerzetten, gaan vormgeven, dan is het onmogelijk om terug te kijken naar je verleden, om te weten en om te weten wat dat betekent om een nieuwe versie van jezelf te zijn. Er is namelijk geen informatie in je verleden beschikbaar, ook niet in je heden, om te gaan kiezen of te gaan kijken op fysieke manier wat dat is dat je in de toekomst zal zijn. Dus wanneer je weerstand hebt, is het eerste en belangrijkste punt te herkennen dat je in die weerstand zit, dat je in die toestand van zijn bent, dat je in die bestaansvorm een stukje vastzit. Maar ook dat is eigenlijk geen waarheid, want je zit eigenlijk niet vast. Het is een illusie, het is een observatie, een waarneming dat jouw systeem onmiddellijk als waarheid heeft aangenomen. En dat maakt dat je dus niet vooruit kan. Het is alsof dat je heel veel water, laten we het hebben over water, heel veel water door een heel smalle riolering zou willen gieten. En zolang dat je de juiste gepaste hoeveelheid waar dat die buis aan kan, er laat doorheen stromen, dan gaat er geen blokkade ontstaan, dan gaat er geen opstopping ontstaan. Maar wanneer je natuurlijk veel te veel water aanbiedt, wat dat die buis op dat moment kan gaan verwerken, dan creëer je op dat moment eigenlijk een overload, waardoor dan natuurlijk die buis niet meer zijn werk kan gaan doen. Maar je lichaam is net hetzelfde. Wanneer dat je dus weerstand ervaart, dat is het omdat je eigenlijk op dat moment ergens tegen een blokkade aanloopt. Dus dat wil zeggen een overload. Je probeert veel meer energie te gaan ontvangen en doorheen te laten stromen. Of een hogere frequentie doorheen te laten stromen. En je fysieke lichaam, hoe dat de buis is, die is daar eigenlijk nog niet voor aangepast. Dus op dat moment kun je twee dingen doen. Je kan zeggen van ja, oké, ik zit hier met een blokkade. En wat is de blokkade? En je kunt gaan terugkijken in het verleden en dat heb ik geleerd. En dat zijn de conditionering en dat zijn de overtuiging dat ik heb. Maar op dat moment, het enige wat je eigenlijk doet is focussen en constant energie geven op van ja, we zitten daar met een blokkade. Ja, we zitten daar met die blokkade. Het kan niet doorstromen. Ja. En dus wat doe je?
Je creëert nog meer momentum, je creëert nog meer energie, je focust, je stuurt nog meer energie naar die blokkade, naar dat probleem. Terwijl dat je eigenlijk al jouw energie zou moeten focussen op het feit van, ga, misschien moeten we ofwel minder water en door die buis proberen te krijgen, of we kiezen gewoon voor een andere grotere buis. En op dat moment, net door jouw aandacht te verleggen van hetgeen wat je geobserveerd hebt en onmiddellijk vanuit jouw beperkte referentiekader gezien hebt of geblokkeerd hebt of vastgezet hebt als dit is de waarheid, dit is een vaststaand feit en we moeten dat je nu oplossen. Of eerder, dit is het probleem en we zien geen oplossing, want daar gaat eigenlijk weerstand over. Want als je het vergelijkt in het voorbeeld van de buis, zolang je dezelfde hoeveelheid water wilt proberen door die buis te krijgen, ja, dan gaat het probleem zich blijven zelf vervullen. Ga je eigenlijk dat gewoon in stand blijven houden. Omdat je ervan uitgaat dat die twee variabelen, veel water, de kleine buis, onveranderlijk zijn. En dat is net hetgeen wat dat vaak loopt bij heel veel mensen die wakker worden. Dan zien ze alleen het probleem en ze zien de omstandigheden, de beperkte omstandigheden die er zijn in dat moment. En dus ze zien geen mogelijkheid om die buis te gaan veranderen. Wat jouw fysieke lichaam is. Wat in dit geval, het voorbeeld van de buis, zien ze niet dat er bijvoorbeeld ernaast een grotere buis is. Dat ze eigenlijk het water zou kunnen in die grotere buis schieten en uiteindelijk dan weer die doorstroming, zo die flow zouden krijgen. Dus kort, concreet, het moment dat je voelt dat je in weerstand zit, of dat dingen niet gaan zoals zij wel gaan, en daarvoor is het handig als je weet wat jouw human design type is, omdat je dan ook weet welke emotie dat je ervaart, als een teken dat je in de weerstand zit. Als een teken dat je niet in de flow, dus in het natuurlijke ritme van jouw energie zit. En dus met andere woorden dingen doet die helemaal tegen jouw systeem ingaan. Bijvoorbeeld als manifester is dat frustratie. Boosheid eigenlijk. Nu, boosheid en frustratie zijn eigenlijk twee verschillende emoties, maar wordt door heel veel mensen door elkaar gebruikt. Dus daarin is het ook belangrijk om voor jezelf te gaan voelen wat dat is. Want ik kan bijvoorbeeld boos zijn, los van het feit dat het te maken heeft met het feit dat dingen niet gaan volgens mijn natuurlijke flow. Wat dat meestal wel het geval is, maar dat is een ander zak. Bijvoorbeeld, generators hebben het stukje frustratie. En zo maar verder. En dus, wanneer je dat begrijpt, wat dat jij bent van human design type, en je weet wat dat jouw emotie is, om te tonen en jou duidelijk te maken van, Ella, je denkt en je doet dingen die volledig uit balans zijn en volledig niet afgestemd zijn met jouw natuurlijke flow en je ziel, dan kun je je op dat moment voel je gewoon van, oké, ik zit in weerstand of ik doe er dingen op een zodanig moeilijke manier en het kan allemaal veel eenvoudiger, veel moeitelozer. En twee, door het feit dat je op dat moment dat bewust bent en dus eigenlijk hebt geleerd om je fysieke lichaam te gaan gebruiken en je emoties te gaan gebruiken om te bewust te zijn van waar het is dat je verkeerd denkt, dan kun je het ook heel snel gaan verschuiven en gaan shiften. Bijvoorbeeld, wanneer dat gaat over relaties. Je hebt bijvoorbeeld het er gebeurt iets en je weet niet wat er gaande is, dus je hebt geen helderheid over je probleem. Of je hebt geen uitsluitsel. En dan heb je altijd twee keuzes. Je kan denken vanuit je angsten en je schaduwen en zeggen, zie wel, het is altijd hetzelfde. En niemand is te vertrouwen en iedereen liegt en iedereen denkt maar aan zichzelf en wat dat ook maar is waar je tegenaan loopt. Of je kan zeggen van ja, oké, het feit dat ik daar nu nog geen uitsluitsel over heb of bepaalde informatie niet heb ontvangen, is een teken dat ik het op dit moment niet hoef te weten. Omdat het bijvoorbeeld misschien jouw verantwoordelijkheid niet is. Of omdat bijvoorbeeld nu de tijd is dat jij aan jezelf denkt en met jezelf bezig bent. Of dat jij jouw energie gaat gaan gebruiken voor andere projecten, andere dingen. Die jou dan wel weer vooruit helpen, die jou dan wel weer dichter brengen. Dus weerstand
is vaak eigenlijk een teken, een signaal, dat we niet in afstemming zijn, of niet denken vooral, volgens wat onze ziel weet, dat de waarheid is voor onze ziel. En ik zeg ook speciaal voor de waarheid voor onze ziel, want dat is ook voor iedereen anders. Moesten we allemaal hetzelfde zijn, dan liepen we niet met miljoenen, met miljarden rond, maar was er maar één of misschien hooguit twee mensen en dat was het. Maar het leven op zich heeft gekozen om zich zo vaak te verspreiden en uit te breiden en af te splitsen, omdat met hoe meer dat we zijn, hoe meer verschillende ervaringen dat we kunnen opdoen en hoe meer dat de bron zichzelf realiseert op verschillende manieren en dus zichzelf gaat gaan ervaren op verschillende manieren. Dus heb je weerstand, zorg dat je het systeem hebt gevonden en dus het human design systeem en weet welk type dat je is en hoe dat je autoriteit is, dus met andere woorden, wanneer je weet dat je niet in afstemming bent, die emotie, zowel bewust, frustratie, boosheid, die kun je dan gebruiken om jezelf er attent op te maken van oké, ik doe dingen die niet in afstemming zijn met wie dat ik ben. En van zodra dat je het bewust wordt, kun je dingen gaan transformeren. Kun je dingen anders gaan doen. En in dat moment kun je dan gaan kiezen van oké, ik was constant met mijn gedachten, mijn energie op dat aan het focussen. En ik zat maar heel de tijd in dezelfde mallenmolen. En ik ga mijn gedachten gaan veranderen. En dat is het ding ook van mediteren bijvoorbeeld. Mediteren wil niet zeggen dat je ergens gaat gaan zitten en dat je probeert aan iets te denken. Nee. Want vaak, als je probeert aan iets niet te denken, guess what, wat er gaat gebeuren. Dan ga je net meer daaraan gaan denken. Dus, gaan mediteren kan ook even goed zijn, luister naar deze video, deze audio. Mediteren kan zijn, gewoon muziek opzetten en beginnen dansen. Mediteren kan zijn, gewoon naar buiten, naar het bos gaan en daar gaan wandelen. En, of naar de zee en luisteren naar de geluiden. Luisteren naar de geluiden van de natuur. Want ook elk geluid, elke frequentie in de natuur heeft een bepaalde energie in zich. Heeft een bepaalde heelde energie in zich. Dus mediteren is niet altijd hetzelfde. Zeker wanneer je vastzit in bepaalde gedachtenpatronen en het moeilijk vindt om vanuit een bepaalde mindset te gaan verschuiven, dan is het handig dat je bijvoorbeeld naar een podcast luistert die jou een andere visie brengt. Want op dat moment luister je naar de stem en luister je naar het verhaal van die persoon. Dan ga je niet meer denken aan de rekening die op jou ligt te wachten of de ruzie die je had met mijn partner of de problemen die je ervaart met je kinderen of in vriendschappen of de fysieke ongemakkelijkheid die je tegenaan loopt. Nee. Op dat moment doe je iets heel krachtigs en dat is namelijk jouw mindset, je focus veranderen en jouw energie richten in de richting waar je zou willen. Want dat is ook het stuk, iedereen weet wat ze niet willen. Of toch de meeste. En er zijn heel weinig mensen die niet weten wat ze dan wel willen. Dus, als jij nu op dit moment weet dat ik voel me depressief, ik voel me slecht, ik voel me bababababa, en dat is hetgeen dat ik echt totaal niet meer wil, dan ga ik jou één magisch woord geven om je eruit te halen en dat is fuck it all. Zeg, fuck, dat is niet hetgeen dat ik wil. F the word, de F, dat is niet hetgeen dat ik wil. F universe, dat is niet wat ik wil. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een heel duidelijk signaal geeft aan het universum van nee, dat is niet hetgeen wat je wilt. En in dat moment dat je dat zegt, dan ga onmiddellijk die zware lading die erop zit gaan neutraliseren. En dan ga je zeggen, oké, dat is niet hetgeen dat ik wil, maar ik wil me bijvoorbeeld vredig voelen. Ik wil me vrij voelen. Ik wil me gelukkig voelen. Ik wil kunnen genieten van een warme maaltijd. Ik wil een knuffel hebben. Gewoon in de zetel even Netflixen. Ik wil gewoon rust. Ik wil slapen. Het maakt niet uit wat dat is. Op dat moment kies je opnieuw. En daar ligt je ware kracht. Daaraan gekoppeld wil ik nog één iets meegeven. Ik ging eerst een aparte video erover opnemen, maar ik voel dat ik het hier gewoon ook mag gaan delen. Het grootste verschil tussen de dierenwereld en de mensenwereld is de manier waarop zij met stress omgaan. Een dier
ervaart geen weerstand zoals dat wij dat ervaren. Hetgeen wat een dier doet, is zo snel als mogelijk ervoor zorgen dat ze terug weer in balans komen. Dat ze weer in die staat van rust komen. Dat ze weer in die homeostase komen. En op zich, dat is ook de manier waarop dat ons systeem werkt. Ons fysiek lichaam en alle energieën en zo werken. Alleen zijn we vergeten dat dat hetgeen is wat dat wil zeggen. Ik ga een voorbeeld geven in mijn eigen leven. Dat is een aanleiding van het overlijden van mijn grootmoeder 2 weken terug. En dan vorige week de afscheid aan de dienst en dergelijke. Dan heeft mijn lichaam een overload aan emoties proberen te transformeren en te verwerken. Wat dat natuurlijk onmogelijk werk was. Met alle gevolgen van dien dat mijn lichaam het begon te tonen, fysiek gezien, dat ik nog steeds niet weer en terug in die homeostase was. Mijn schouders begonnen pijn te doen. Na de dienst heb ik 3 dagen hoofdpijn gehad. Mijn lage rug deed pijn. Mijn buik deed allerlei dingen. En dat waren natuurlijk ook nog een keer de updates deze week die gehouden worden. En de zonneflares en al die andere dingen. Dus mijn lichaam heeft heel wat te verduren gekregen afgelopen week. En ik zou kunnen 2 dingen doen op dat moment. Ik kan zeggen van, oh nee, wat heb ik nu weer gedaan? Ik heb te lang niet geluisterd naar mijn lichaam en bla bla bla. Maar dat klopt niet, want voordien, voor het overlijden, was er totaal geen enkel teken fysiek gezien dat mijn lichaam niet in balans was. Of dat er ergens iets in mijn energie of in mijn mentale of in mijn emotioneel lichaam iets was die niet in balans was. Dus, de overload die ik ervaren heb aan emoties, aan andere energieën die lager trillend waren, en dat zonder oordeel, iedereen staat waar hij staat. Maar die druk was van mijn lichaam gewoon veel te veel. En kon ik niet voldoende in het moment zelf gaan transformeren. Mijn kinderen hebben dit weekend net hetzelfde ervaren. Soms is de overload en de taak die je op zich neemt als healer, als een ziel die een hogere frequentie heeft, om mee dingen te transformeren zodanig groot dat het jou fysiek veel meer belast dan voor het andere moment. En daarom ben ik het heel bewust in bij wie dat ik omga. Wanneer dat ik 1-op-1 sessies doe, wanneer niet. Omdat het veel te veel van mijn energie vraagt om nadien te gaan recupereren. Dat is de reden omdat ik het geen fysieke 1-op-1 sessies meer doe. Omdat ik altijd bijna een week eigenlijk moet gaan recupereren daarvan. En dat is gewoon onbegonnen werk. Waar het effect voor de klanten eigenlijk online werken net hetzelfde is, ook al denken ze dat niet altijd, dat is ook weer een bepaalde overtuiging dat ze hebben, dat is oké, dat mag er zijn. Niet tegenstaande dat dat hen ook wel beperkt in het nog in het omarmen van de kracht en de essentie dat ze zelf zijn natuurlijk. Maar dat is iets anders, dat is voor een andere video. Maar dus, waar dat dieren dan op dat moment, ze gaan bijvoorbeeld gaan rollen, of ze gaan beginnen likken, of ze gaan kouwen en geven, of ze gaan met hun voeten op de grond stampen, of ze gaan zichzelf gaan uitschudden. Dat zijn allemaal tekenen dat ze eigenlijk in een staat van stress geweest zijn, een verhoogde staat van stress geweest zijn, en alles eraan doen via hun fysieke lichaam om zichzelf weer te gaan reguleren. Dus zij zitten niet in die weerstand. Of het zou moeten zijn dat, er natuurlijk, dat ze constant stress ervaren, dat is iets anders. Maar dus wanneer dat een dier in normale omstandigheden kan leven, natuurlijke omstandigheden kan leven, en dat er zelf niets is, en dus dat er eigenlijk, laten we zeggen, voldoende eten en drinken, dus de basisbehoeften zijn voldaan, dan ga je dat gedrag zien. En dat is hetgeen wat wij vergeten zijn. Wij gaan constant in die hogere energie, in die hogere stress, geen hogere energie, maar hogere stressfrequentie blijven hangen. En op den duur worden we daar zo, ik zou bijna zeggen immuun tegen, maar immuun is niet het juiste woord. We worden daar zodanig num voor, dat we het niet meer merken. Want dat is hoe dat is. Ah ja, ik heb altijd pijn aan mijn rug. Ah ja, ik heb altijd daar mijn knie. Ik heb altijd last van mijn knie. Ah, ik heb altijd hoofdpijn. Ik heb migraine. Mensen, als je lichaam dergelijke symptomen aangeeft, dan betekent dat dat er geen disbalans in je lichaam is. Het fysieke is altijd het laatste om te tonen. Dus dat wil zeggen dat er voordien al iets geweest is. En let op, wanneer je een healer bent en werkt iets zoals ik doe, dan wil dat niet altijd zeggen dat het iets van jou is. Want we nemen constant energie over van anderen.
Dat is ook de reden waarom ik heel vaak en graag ook alleen ben. Omdat ik dan heel helder en heel fijn voel van wat is mijn energie en wanneer ben ik in contact met de energie van anderen en help ik hen om dingen te transformeren. Ik zou zeggen, wanneer je zelf ondertussen op het pad loopt van bewustwording en al in hoger energieën bent en je werkt ondertussen bijvoorbeeld met de vlammen, zorg dan dat je weet hoe dat voelt om in je eigen energie te zijn, om in je eigen frequentie te zijn. En dat kan je alleen maar voelen wanneer je gedurende enkele dagen volledig alleen bent. Dus geen contact van anderen, maar gewoon, je kan natuurlijk wel via berichtjes en zo, hè. Dat is iets anders. En dan nog, het hangt er eigenlijk vanaf hoe je systeem werkt. Maar dus het is belangrijk dat je weet van hoe voelt het om in mijn eigen hoge, eigen blauwdruk energie te zijn. Want dan ga je weten wanneer je niet meer in balans bent, want dan ga je het gewoon ook voelen. Wanneer dat dingen naar je toe komen die niet dezelfde frequentie dragen als jouw eigen essentie. Hetzelfde met je tweelingvlam. Wanneer je tweelingvlam naar jou komt in een lagere energie, dan ga je altijd beïnvloed worden. En dat is de grootste taak als wanneer je vooral de vrouwelijke energie bent, maar uiteindelijk ook de mannelijke energie, om zo goed als mogelijk in je eigen energie te blijven. Want wanneer je in je eigen blauwdruk energie kan blijven, dan hebben jullie dezelfde frequentie en dan ga je elkaar niet meer uit balans duwen. En dat is het stuk waarin dan we gaan komen van eenheid en individualiteit. Wanneer je weet van dit is wie ik ben, dit is mijn eigen unieke individualiteit, dat is mijn authenticiteit. Maar ik kom samen met mijn spiegelziel, mijn unieke tweelingziel, die de enige de unieke frequentie meedraagt wat ik heb. En dan ga je elkaar gaan versterken. Dan ga je elkaar niet meer uit balans halen. Dan is het moment waarin je voelt van oké, we zijn een eenheid. Ook in het fysieke. Maar dat, daarom ook begint ook die eenheid, die union, is iets die gebeurt in fases. Daarom komen tweelingvlammen samen, gaan ze weer eventjes uit elkaar. Komen ze weer samen, gaan ze weer eventjes uit elkaar. En het samenkomen gaat altijd langer en langer duren. In het begin gaat dat misschien een paar minuten zijn via chat of wat dan ook. Later gaan dat uren zijn en uiteindelijk ga je misschien, als je daarvoor kiest, samenwonen. En dan nog gaan er momenten zijn dat je niet 24/24 bij elkaar bent. Want je gaat elk aan je eigen dingen werken, je eigen visies verder vormgeven. Voilà, ik ga het hierbij laten. Dus te zeggen, als je stress ervaart, ga jezelf gaan uitschudden, zoals dat dieren doen. Ga jezelf gaan rollen op de grond. Ga, dus noods, dat is eigenlijk ook een techniek dat ik meegeef aan klanten die moeilijk kunnen gronden. Dat is eigenlijk gewoon, ga op je buik liggen op de grond met je voorhoofd op de vloer. Dus op de grond. Dat mag buiten, dat mag binnen, dat maakt niet uit. Maar dat helpt om heel snel weer te gronden en weer contact te maken met de aarde. En de aarde is bij uitstek de manier om weer aan balans te komen. Dat is ook hetgeen wat de aarde constant doet. Dat is ook hetgeen wat er gewoon op dit moment gebeurt in het collectieve. Oké, het gaat misschien over de mensen die oorlog maken en wat allemaal dan nog. Maar eigenlijk is dit de aarde. Want hoe zie ik onszelf, of hoe dat je het zou kunnen zien, is als de aarde een lichaam is, dan zijn al die kleine mensjes en die kleine dieren op de aarde, zijn eigenlijk de bloedcellen die gewoon van de ene plek naar een andere plek gaan en die een overdracht van informatie geven. Net zoals dat de bloedcellen in ons lichaam werken. Voilà, ik kan het hierbij laten. Ik wens je alvast een fantastische week. Als je hulp of ondersteuning nodig hebt, er zijn ondertussen tal van cursussen en trajecten online, waar je gewoon op je eigen tempo kan volgen. Sommigen bevatten ook individuele sessies. En de andere zijn gewoon volledig online content. Dan kan je gewoon volledig op jezelf gaan afwerken in de tijd en de ruimte zoals jij het wilt. De vragen die er dan zouden zijn, kan je natuurlijk stellen via mail. Wil je 1-op-1 sessies, die zijn er ook. Maar zoals je weet is dat meestal niet met mij. Dat is met Sarah en met Evie ondertussen. En wat moet ik nog zeggen? Oké, de coachopleiding kan je eigenlijk al voor inschrijven, maar dan ga je eigenlijk van start in januari. Als je zou zeggen van ik wil eigenlijk al starten en je hebt bijvoorbeeld nog niet het traject van de vlammen gevolgd, dan zou ik zeggen begin daar al mee. Dat is ongeveer 9 weken minimum waar je mee bezig bent. Dan leer je al werken met de vlammen en als je dan de overstap maakt naar de coachopleiding in januari, dan heb je dat stuk al gehad. En natuurlijk de investering die je doet voor het ene, namelijk de vlammen,
Als je dan doorstroomt naar de coachopleiding, dan krijg je die als korting terug, zodat je natuurlijk niet twee keer hetzelfde betaalt. Dat is niet de bedoeling. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga deze video uploaden en dan spreek ik jullie in een volgende video. Daag!